Get up to date, each vaccine counts. Zo luidt het thema van de 21ste vaccinatieweek die vanmorgen werd gelanceerd op de RGD-poli te Khorasan. Wereldwijd vestigt de vaccinatieweek elk jaar in de laatste week van april de aandacht op het belang van vaccinaties. Landen in de Amerika's moeten al het mogelijke doen om de gestelde vaccinatiedekking bij zowel kinderen als volwassenen te bereiken. Tijdens deze week worden activiteiten uitgevoerd om de achteruitgang van routinematige immunisatie en de verhoging van de toegang tot vaccinatiediensten in te halen. Ook worden kinderen in de gelegenheid gesteld volledig gevaccineerd te worden. Het ministerie van Volksgezondheid zal samen met de regionale gezondheidsdiensten, de United Nations Development Program, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, UNICEF, de World Health Organization, WHO, en de medische zending 1 week lang vaccinatieactiviteiten houden op de RGD-poli te Khorasan. Dit project wordt gefinancierd uit het malaria-programma en is bedoeld als instrument voor een goede vaccinatiedekking in de Amerika's. Herman Ginty, directeur van de medische zending, ziet de goede dekking samengaan met bewustwording van ieders verantwoordelijkheid. De concentratie van ons in dit gebied als het gaat om vaccinatie moet ons oproepen om te beseffen dat we met z'n allen moeten samenwerken om niet alleen de achterstand waarover de DC het had, maar ook om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. Dit thema vraagt van ons dat we de handen in elkaar slaan, dat we samen gaan kijken. Het is niet meer een verantwoordelijkheid van gezondheidswerkers alleen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allen als Surinamers. Om ervoor te zorgen dat de vaccinatiegraad van onze mensen omhoog gaat. Burgers zullen volgens Ginty gemobiliseerd moeten worden, zoals ook blijkt uit een vooronderzoek dat heeft uitgewezen dat informatievoorziening over de verschillende vaccinaties een zeer belangrijke factor is. Dat ze beseffen dat, want we namen vanzelfsprekend aan dat mensen zich laten vaccineren. Ouders brengen hun kinderen naar de poli en ze werden gevaccineerd. COVID heeft ons wat anders geleerd. COVID heeft ons geleerd dat we mensen moeten informeren over het belang van vaccineren. En ik roep dus op alle gezondheidswerkers, maar ook ieder, ik zei al, we zijn met z'n allen nodig voor het bereiken van wat we willen bereiken met de vaccinaties in Suriname. Ik roep ieder op om zich te laten onderwijzen aangaande het belang van vaccineren. En ook om zich te laten onderwijzen aangaande het motiveren van mensen om te vaccineren. De medische zending zal in deze week zoveel als mogelijk, en we zijn al ermee bezig, om mensen te mobiliseren. Het formeel gedeelte van de launch werd afgesloten middels een rondleiding op de RGD-poli.